vrij, schiet niet. Dan denk ik dat je staat op te schieten. Maar het is natuurlijk veel beter. Daarom staan zij daar en zit ik hier. Klemaas met de dunk. 2-0. Gutterfors naar McDesney door naar Hollanders en helemaal vrij. En doet Klemaas voor 3. Klemaas voor 3. Assist van de Hollanders. Voor de vecht laat Telerood gewoon blijven staan. Onbegrijpelijk zou ik zeggen, maar misschien is het wel de best of the worst. En dan weet Olaf Schatzen naar Barak mee. Oh, turnover. Hollanders, hij is weg. Dunkt hij? Ja! Sander Hollanders. Magdeski, veel druk op de bal. Dat betekent dat er ruimte achter die verdediging ligt. Zakis in een post-up tegen Runs. En een hele simpele... opvallend genoeg nog niet heeft gescoord voor de Amsterdammers. Cornelis weer naar zijn linkerhand. Verdedigt de Zuinigs, die spreekt te vroeg. En via het bord. Team basketbal is zeker geen sprake aan de kant van Amsterdammers. Posten weer naar Zuinigs, kijken of er weer gekut wordt. Nee, nu wordt er een schutter gebracht aan de buitenkant. Dus Klemaans, die gaat heel makkelijk om Runs heen. En twee puntjes Klemaans, brengt zijn totaal op 14. Opvallend weinig persoonlijke fouten deze wedstrijd tot nu toe. 6 aan de kant van Amsterdammers. Dat mag niet, jongens, kom op. Verdedigende rotatie moet aanwezig zijn. De wedstrijd is inmiddels alweer nu bezig. Opvallend. Klemaans naar de outlet pas van Gardefors. Prima scoren en won. Want daar werd het toch een fout gemaakt. Stomme fout, want hij kon natuurlijk nooit meer bij de bal. Levski onder de screen met een flotertje achter op de ring. Naar Brandwijk met de rebound. Prima binnen Brandwijk. Levski naar Schaftenaar. Magdeski via Taylor. Taylor nou, schaft haar helemaal vrij. Die kan eerst naar huis bellen. En dan die bal raak schieten. En dat doet hij dan ook. Verdedigd door Bertotti naar Hollanders. Die vindt een helemaal vrijstaande zijde. Maar hoe kan dat toch? Dat die man daar steeds doet vrijstaan. Rebound zaak is naar Hollanders ook helemaal vrij. En die schiet wel raak. Sander Hollanders. Pa. Vianen. Daar is zijn rechterhand. Spint naar links. Moet ook naar links. Maar legt hem er wel in. Keurig gedaan. En die vindt Hollanders in de hoek, maakt vorige 2-3 punten, maar kiest hem voor die bal over de hele te gooien. En die gaan de zaakjes keurig naar zouden maken. En die bal gaat wel in de hoek naar Hollanders, die schiet normaal gesproken wel. Nu 1 dribbel, schiet er nog en het is